Hallo, dag beste kijkers. Vandaag zullen we onze vijfde sectie doen van de Wooden Dummy. Die is groeten. In onze vijfde sectie moeten we rekening houden met deze beweging. Dus als je draait met je handen, het is een beetje van die beweging van met de sticks dat ik het doe. Dus boven, beneden, boven, die gaat beneden, die gaat boven. Zie je dat? Maar met de pop is dat net iets anders. Dat zijn die beweging omdat we geen, dus gekruist over je eigen hand, omdat we geen geen stokken of messen in onze handen. Als je dubbel messen gebruikt, dan ga je wel moeten opletten dat je hier een cirkel maakt en dat je plaats maakt, want anders ga je over je eigen armen, als je dit doet, snij, zie dat, dus dat gaat niet kloppen. Maar dat beseft je wel als je een wapen hebt, dat het wegblijft. Okay. Dus, vijfde sectie, 1, 2. Dus terug, 1, 2. Die beweging gaat toch moeten doen. En let erop dat uw benen heel goed ook meedragen. Nee, dus als je ziet van opzij waartse, zijwaartse beweging, ik kan dat een keer zo doen, dat dat goed kan zien. En dat kunnen dan volgen aan de zijkant, wat ik hier precies doe. Dus deze beweging, hè, deze beweging. Dus 1, 2. 1, 2. En bij bepaalde stijlen zie je dit ook heel veel, hè? Die beweging. Dus in onze Wing Chun Wooden Dummy zit die erin. Dus 1, 2. En dan beneden, boven, boven. Beneden, boven, boven. Ik ga die nog een keer doen, nog steeds. 1, 2. Beneden, boven, boven. Ertussenin, tussen die twee. Armen ertussenin, beneden, boven, boven. Ik ga dat nu een keer doen met de Wooden Dummy. Dat is maar een onderdeel van het volledige pakket. Oké, okay. Dus 1, 2. Dus dit. 1, 2. Dus 1, 2. Dit is het eerste stuk dat we gedaan hebben. 1, 2. Dus pam, pam. Pam, pam. En beneden, boven, boven. Beneden, dus controle, beneden, boven, boven. Nog een keer. 1, 2, 1, 2, slag. 1, 2, 1, 2, slag. 1, 2, slag. Oké. Okay. Daar is dat eerste stuk dat we eerst gaan moeten leren. Het tweede stuk die erop op volgt is, ik ga natuurlijk beginnen van begin, is 1, 2, slag, 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 slag. En dan stap opzij. Dit. Komt hier. En tegelijkertijd. Denk eraan dat je met de verste benen de pet hadden neemt. Je komt terug. Je gaat naar daar. Vers stap genoeg. En je slaat terug. En tegelijkertijd. En je komt terug in. En je werkt af. Dus dat is alleen maar dit en dit en terugkomen. Dat is het laatste stukje die erbij past. Dus het eerste deel. 1, 2. Tweede deel. Onder, boven, boven. Onder, boven, boven. En het derde deel. Weg, slag. Weg, slag. En dat weg is hier tussen. Hup, dit. Ertussen. Maar met een slag bij. En in zijn volledige pakket ziet er zo eruit. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Slag. Hup. Slag. Hup. En terug. Wat ik wil zeggen, denk eraan, met deze beweging,
Dat is het eerste onderdeel van de vijfde sectie. Beneden, boven, boven. Beneden, boven, boven. Ertussen, step, slag. Ertussen. Dus je ziet het moment dat ik ga ik weg. Mijn been gaat open. Ik ga weg. Kom in. Geef een slag. Kom ik in. En controle. En terug in die positie. Nog een keer met de pop. Terug in de positie gaan staan. En 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. De ronde. Slag. De ronde. Slag. 1, 2, 3. Kom in. Boom. Zo, dat was het dan, onze vijfde sectie.